Je pakt een punt, maar het voelt denk ik als een nederlaag. Dat zeker. Het voelt zeker als een nederlaag. Als je van tevoren weet dat de Graafschap op bezoek komt. In de mindere fase die we zitten. Natuurlijk, we hebben wel de 3 punten gepakt bij PEC, maar daarvoor ging het al moeizaam. Dan weet je dat je deze 3 punten moet pakken. Maar goed, het mocht niet baten. Enig idee hoe dat kan, zo kort na de wedstrijd? Nee, we hebben gewoon niet goed gespeeld. Weet je, niet goed gespeeld. Je weet, de Graafschap gaat zichzelf ingraven. Nou, dan moet de bal sneller rond. Stations overslaan, wat we niet doen. Weet je. De bal gaat van linksback naar linkscentraal, naar rechtscentraal en dan naar de rechtsback. Terwijl het helemaal open ligt. Weet je, als je dan de linies, een paar stations overslaat, dan kun je misschien ruimte vinden. Vooral tegen een tegenstander als die met 11 achter de bal. Dan moeten we toch daarin iets slimmer worden. En sneller 2-3 stations overslaan, sneller van kant wisselen. Alleen dan vind je de ruimte tegen dit soort ploegen. Gebeurde te weinig vandaag. En dan komen we niet in ons spel. Alhoewel ik wel een paar momenten persoonlijk had waar ik sowieso enorm van baal. Want wederom had ik de wedstrijd vandaag ook weer kunnen beslissen. Maar tegenover had Graafschap ook 2-3 goede mogelijkheden. Verslagenheid is groot, hè? Merk je bij veel spelers. Ja, het is zeker heel teleurstellend deze. Normaal kunnen we er wel mee door. Nu ook wel. Alleen deze komt wel iets harder aan, ja. Eén dingetje, de wind. Hoe ver had je daar last van? Want ik zag echt de meest krankzinnig rare bewegingen voorbij komen. Alsof Roger Federer een topspinbal gaf die helemaal de andere kant op ging. Klopt, eerste helft. Ik weet niet of je mijn corners en vrije trappen hebt gezien. Probeer hem in te draaien. Hij draait zo achter. Dus inderdaad, het was wel irritant. Maar goed, daar heb je mee te maken. Zij ook. Weet je, we moeten daar niet te veel aandacht aan besteden tijdens de wedstrijd. En gewoon mouw opstroken en ervoor gaan. Nogmaals, heel teleurstellend. Je praat vooraf over we moeten winnen. We willen eigenlijk geen kopie van NAC thuis. Krijg je dat toch? Hoe krijg je dat in aanloop naar Willem II eruit? Dat kan maar door één ding. Goed analyseren, snel vergeten en door vanaf maandag de blik op Willem II. Weet je? Gewoon keihard trainen en dat is het enige medicijn. Maar het gevoel dat blijft nog wel even nasijpelen, denk ik. Maar goed, het is voetbal. Je moet door. Weet je, ik ben sowieso een type die heel lang ervan baalt. Maar ook ik, na maandag, dinsdag, ben ik alweer gefocust op Willem II.